Op 27 juli 1953 ondertekenen Noord- en Zuid-Korea een wapenstilstand. Wat een einde maakte aan een conflict wat in 3 jaar tijd meer dan 5 miljoen levens had geëist. Ondanks dat het regelmatig onrustig is bij de grens, is er sinds de wapenstilstand nooit meer gevochten. In de afgelopen maanden is de relatie tussen de twee steeds meer op scherp komen te staan, omdat beide landen dreigend gedrag hebben vertoond, waardoor het er steeds meer op lijkt dat Zuid-Korea een aanval aan het voorbereiden is. Korea raakte verdeeld in Noord- en Zuid-Korea in 1945. Deze landen raakten beide betrokken in de Koude Oorlog, de strijd van het communisme tegen het democratische kapitalisme, waardoor de wereld politiek verdeeld raakte. Het communistische noorden viel Zuid-Korea in 1950 aan, wat het begin was van een conflict wat tot op vandaag nog speelt. In de tussenliggende jaren zijn er behoorlijk wat punten geweest waarop de oorlog niet te vermijden leek. In 1974 probeerden Noord-Koreaanse agenten de Zuid-Koreaanse president Chung-hee te vermoorden, maar in plaats daarvan vermoorden ze zijn vrouw. Daarna plantte Pyongyang een bom in een vliegtuig naar Seoul en veroorzaakte daarmee 115 slachtoffers. Nog recenter zijn de twee landen betrokken geweest in gevechten op de Gele Zee, waarbij een Zuid-Koreaanse korvette van 1200 ton zonk. Echter leek dit conflict in februari 2016 een keerpunt te bereiken toen de Verenigde Staten samen met Zuid-Korea de grootste militaire samenwerking ooit aangingen. Ze oefenden hun reactie op een aanval van Noord-Korea. En deze oefening was behoorlijk serieus aangepakt. Een derde van het Zuid-Koreaanse leger en 19.000 Amerikaanse soldaten deden mee, wat toch lijkt op iets meer dan een normale oefening. In september 2016 beweerde Pyongyang dat ze met succes een extreem sterke nucleaire test hadden uitgevoerd. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu het arsenaal heeft om meerdere grote steden compleet te verwoesten. Professor Jeffrey Lewis schat in dat deze bom de kracht had van tussen de 20 en de 30 kiloton. Wat betekent dat hij een stuk sterker is dan de bom die in 1945 op Hiroshima viel. Als reactie hierop onthulde het ministerie van Defensie van Zuid-Korea het Korea Massive Punishment and Retaliation Plan, oftewel KMPR. In het plan staat dat Zuid-Korea van tevoren actie onderneemt als een aanval op Pyongyang te dichtbij komt. Dat Zuid-Korea dit zegt is alarmerend omdat Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, steeds duidelijk zegt dat hij andere landen wil vernietigen. In juli 2016 dreigde hij nog Amerika en Zuid-Korea te veranderen in een zee van vuur als ze door zouden gaan met het bouwen van een systeem waardoor ze raketten van Noord-Korea kunnen afweren. Maar ze gaan door met dat plan. Zolang Noord-Korea steeds agressiever wordt, wordt de kans dat het KMPR-plan er ook komt steeds groter. Dit plan werd bekendgemaakt nadat ze slechts 1 jaar daarvoor hadden beloofd 200 miljard euro in defensie te investeren om zich voor de komende 5 jaar te beschermen voor Noord-Korea. Dit suggereert dat Zuid-Korea zich voorbereidt op een aanval. In 2016 heeft Zuid-Korea een speciale eenheid getraind die in staat is Noord-Koreaanse leiders af te stoten tijdens de oorlog. De Zuid-Koreaanse minister van Defensie, Han Min-goo, heeft zelf gezegd dat deze teams bereid zijn om Kim Jong-un te vermoorden als hij de aanval opent. Er wordt gezegd dat er mensen vermoord worden door ze levend te laten opeten door uitgehongerde honden. In september 2016 zei de LA Times dat topambtenaren werden vermoord omdat ze niet een actieve houding hadden tijdens de meeting. Een Amerikaanse commandant noemt Kim Jong-un een gevaarlijke, agressieve en impulsieve leider. Hij zou zonder vrees een oorlog beginnen. Als je kijkt naar hoeveel nucleaire wapens Noord-Korea bezit, is het zeer waarschijnlijk dat Zuid-Korea zich hier niet tegen kan beschermen. Als het tot een oorlog komt, is de kans groot dat beide landen totaal verwoest worden. Hierdoor zijn de kosten van zo'n oorlog enorm groot en is de kans dat de oorlog ook daadwerkelijk komt, verkleind. Politiek analist Van Jackson zegt dat Noord-Korea alleen zo aan het dreigen is, omdat Noord-Korea op die manier zichzelf ervan verzekert dat ze niet aangevallen worden door Zuid-Korea. Daarnaast trainen het Amerikaanse en het Zuid-Koreaanse leger jaarlijks samen, dus een training hoeft niet ineens te betekenen dat ze zich aan het voorbereiden zijn op een echte aanval. Wat wel vaststaat is dat de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea na 60 jaar enorm hoog zijn. In de afgelopen maanden hebben beide landen een bepaald gedrag vertoond wat erop doet lijken dat ze zich aan het voorbereiden zijn op een oorlog. Maar als je je bedenkt hoeveel levens en hoeveel geld het zou kosten om Noord-Korea aan te vallen, lijkt die kans ineens een stuk kleiner. In dit geval gaat zowel Noord- als Zuid-Korea voor de Mutually Assured Destruction. Een strategie waarbij beide landen weten dat een oorlog voor alle twee vernietigend zou zijn. Tot zover deze video van Strikt Geheim. Wil je nog een video zien? Klik dan op de video in het midden van je scherm en vergeet je natuurlijk niet te abonneren om nog meer video's te zien. Dan zie ik jou dinsdag weer in een nieuwe Strikt Geheim.